Hey iedereen, ik ben Sander. Vandaag heb ik weer een leuke workout voor jullie. We hebben nodig 2 gewichtjes, 1 stoel en natuurlijk een hele berg energie. Want we gaan er meteen een lap op geven. We nemen onze gewichtjes vast. Moest je thuis geen gewichtjes hebben liggen, neem gerust 2 flesjes water. Gaat zeker doen. Een grotere fles, hoe zwaarder de oefeningen wordt. Hè. Goed, we gaan er meteen in vliegen. We starten met onze handen om de gewichtjes meteen, of de flessen, meteen ter hoogte van onze schouders. We gaan zakken door de benen en wanneer dat we uitstrekken, steken we ook onze armen uit naar boven. Goed. We doen er samen 10. Op het einde, ik doe van elke oefening 1 reeks. Op het einde kan je altijd eventjes terugspoelen en de reeksen nog eens doen. Goed. Iedereen klaar, gewichtjes omhoog en we starten met zakken. 10 stuks. 1, 2, tempo mag omhoog. Hè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dat is goed. 9, 10. Goed, we gaan meteen verder. We gaan een uppercut geven met ons gewichtje, terwijl we eigenlijk pivoteren, dus eigenlijk draaien over onze voet. Dat ik dat met mijn rechterhand doe, dan gaat mijn rechtervoet eigenlijk een klein beetje opzij draaien. Goed, we doen dat op tempo, 8 keer elke kant, dat zijn er 16 in totaal. Klaar, en we zijn er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kom op, daar mag kracht achter zitten. Hè. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16. Oké, super. We gaan naar de grond. 1 gewichtje mag even aan de kant. En we mogen het niet meer nodig. Hoe ziet de oefening eruit? Wat volgt? We gaan het wel op onze knieën steunen. 2 verschillende vormen, ofwel steun op de knieën, dat je voetjes ligt van de grond, ofwel natuurlijk op de voeten. Goed, de hand waar het gewichtje in is, strekken we uit omhoog, komt rustig naar beneden, maar we zetten het niet volledig neer. Terug omhoog, weer niet volledig neer. We blijven kijken goed naar waar het gewichtje gaat. Zo doen we er samen 6 elke kant en we 12 in totaal. Klaar, en we 1, en 2, 3, goed die arm strekken, 4, 5, en de laatste, 6, we wisselen van kant, ik ga hem zo tonen, iedereen klaar, snel op de voeten of wel op de knieën, en we zijn weg, 1, 2, 3, hoofd meedraaien, 4, 5, en de laatste is 6. Oké, super. We nemen onze stoel er eventjes bij. En ons tweede gewichtje nog terug. Nu mogen we ons eventjes zetten. En we gaan eigenlijk onze volgende oefening. Is hier, met de handen aan de zijkant, wie het voor heeft filmpje. Zien heeft dat deze oefening kennen. We nemen het goed stevig vast, ellebogen omhoog en we strekken onze 2 armen samen 10 keer uit. Klaar, we zijn weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, goed bezig. 8, 9, kom op. 10, laatste 2, 11 en 12. Oké, super. We hebben er nog eentje. Combinatieoefeningetje. We gaan ook weer naar onze punch. We gaan eerst nu een punch schuin naar voren geven. Daarna de andere kant. Zorgen we dan onze voeten terug. Goed stevig in het midden staan. Dan buigen we met een gestrekte rug. Even naar voren. Goed, ik ga het zo ook nog eens een keertje tonen. Rechts. Links. Even zakken door die beentjes. Buigen met een gestrekte rug naar voren.
Goed, combinatieoefeningetje. Dan doen we er in totaal 10. Klaar. En we zijn weg. En naar voren. Dat is 1. 2. Tempo maar omhoog, hè. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dat is 9. De laatste. En 10. Oké, super. Heel goed gedaan. Mijn tijd met jullie zit er weer op. Maar spoel gerust terug naar het begin. Doe het nog eens. Tweede reeks. En je gaat voelen dat het een leuke workout is. Ik zie jullie de volgende keer terug. Ah.